We beginnen het laatste deel van Grenzen van Plansuit op de brug over de Boerenwetering tussen de Hobbemakade en de Ruistelkade. Voor ons ligt de Van Hillegertstraat met in het verschiet de Vredeskerk uit 1924 van de architect Jos Bekkers. Hier begint de Nieuwe Pijp, ook wel Zuidpijp genoemd. De Nieuwe Pijp is ook een onderdeel van Plan Zuid en werd gerealiseerd tussen 1923 en 1925. We gaan de Ruistelkade op en slaan 100 meter rechtsaf de Cornelis Troostraat in. Ter hoogte van de Dusartstraat is de grens tussen oud en nieuw goed waarneembaar. Links staan de huizen uit het einde van de 19e eeuw en aan de rechterzijde de bebouwing van Plan Zuid. Bij de Pijnakkerstraat slaan we linksaf het Cornelis Troostplein op. Rechts zien we het gebouw van de voormalige Tulpkazerne. De Tulpkazerne is in de oorlog genoemd naar Sijbren Tulp. Oud-officier van het KNIL, NSB'er, die in 1941 door Sijs Inkwart tot hoofdcommissaris van politie werd benoemd. Onder zijn leiding werd er een politiebataljon opgericht om Joden op te pakken. We komen nu in de Lutmastraat en slaan na een kleine 100 meter linksaf de Karel de Chardinstraat in, die na 300 meter weer overgaat in het Hendrik de Keizerplein met de beroemde speeltuin. Na dit plein komen we weer uit in de Lutmastraat en steken de Van Wouwstraat over. Nu komen we in de Diamantbuurt. Veel huizenblokken, arbeiderspaleizen van de Diamantbuurt zijn ontworpen door de architect Van Epen, herkenbaar aan het verticalisme en de geel-groene raamkozijnen. Door een grondige renovatie in de jaren 80 verkeerden de huizenblokken in goede bouwkundige staat. We rijden vervolgens door de Robijnstraat, de Diamantstraat, de Saffierstraat en de Smaragdstraat.
en komen weer uit op de Amsteldijk. We steken via de PL Kramerbrug 400 het Amstelkanaal over en komen weer uit bij de Berlagebrug waar we in deel 1 zijn begonnen. Hier eindigt deel 4 en tevens het laatste deel van Grenzen van Planshuit. In totaal hebben we meer dan 10 kilometer afgelegd om de grenzen van Planshuit voor u in beeld te brengen.